Hi, welkom. Martijn Groenendaal hier. In deze video wil ik met jou één principe delen. Dat gaat over know thyself. En ik geloof dat op de Apollo-tempel in Griekenland die uitspraak staat. Mens, ken uzelf. En dat komt ook veel terug in religieuze teksten, spirituele teksten. Maar ook succesboeken, mindsetboeken, psychologie, sociologie. Overal waar je ook maar in zicht krijgt. Wat over persoonlijke ontwikkeling gaat en hoe je het meeste uit jezelf haalt en hoe super jij je eigen leven kan maken, komen we in aanraking vroeg of laat met dat idee mens ken uzelf en know thyself. En in bepaalde religieuze teksten, spirituele teksten, esoterische wetenschappen zie je dat die uitspraak natuurlijk ook verder verdiept wordt. Waardoor je natuurlijk meer inzicht krijgt daarin. En in deze video wil ik daar mijn perspectief met jou over gaan delen. Want we hebben allemaal in onszelf ingebouwd een intern gidssysteem. Oftewel een GPS die altijd weet wat voor jou de goede volgende stap is. Om te zetten in je leven, om tot volle bloei te komen. Nou, in de natuur is dat instinctief, oftewel geprogrammeerd. De natuur heeft geen vrije wil. Mensen hebben wel vrije wil. En dan komen we in de volgende situatie terecht. Dat we ons innerlijke gidssysteem in vraag gaan stellen. Of ons innerlijke gidssysteem ontkennen. Of ons innerlijke gidssysteem zien als een bedreiging. Bijvoorbeeld, je bent in een relatie en je krijgt te horen van een innerlijke stem dat het beter is om de relatie te beëindigen. Dan zie je dat de meeste mensen bang worden. Ook omdat ze daar dus bijvoorbeeld een overtuiging tegenkomen van ik durf niet alleen te zijn, of als ik alleen ben red ik het niet, of er komt een angst om de hoek kijken. En dat is allemaal aangeleerd. Aangeleerde programmering van je vader, je moeder, sleutelfiguren, de periode tussen 0 en 7, de media, kranten, alle informatie die je in je onderbewustzijn hebt, die jou vertellen hoe je moet kijken naar situaties in plaats van zelf te kiezen. Wat de meeste mensen niet doen, maar hun eigen programmering volgen. Kom dan in conflict met je interne gidssysteem. Je interne gidssysteem is je hart, hè? Volg je hart. In het Latijn is het desire. Napoleon Hill gebruikt ook desire. Desire is in die zin heilig. En geeft volledig aan, altijd, welke stap jouw volgende stap is. En ook hoe je elk probleem oplost. Depressie, verslavingen, een relatie die niet werkt, een situatie waar je niet weet welke beslissing je moet maken, zijn allemaal voorbeelden waar vaak mensen in intern conflict komen tussen hun programmering enerzijds en hun verlangen anderzijds. Nou, hoe weet je het verschil? Nou, je verlangen zegt altijd ja en je programmering zegt vaak nee. Dus er is nooit iets wat jouw interne gidssysteem zal zeggen tegen je of laten zien of laten voelen of intuïtief aangeeft als zijnde iets wat je niet moet doen. Iets wat je niet moet doen komt vaak van je programmering. En iets wat je wel moet doen, komt vaak van je interne gidssysteem of je hart. Dus dat is al een eerste criteria, of criterium, hoe je daarna kan kijken. Dus mens, ken u zelf, dat is natuurlijk het geheim van het universum en het geheim van onszelf. En ook tegelijkertijd heel uitdagend, waardoor de meeste mensen het niet doen, omdat ze dan hun eigen angsten tegenkomen, hun eigen kernwonden tegenkomen, hun eigen onzekerheden tegenkomen, dingen in hun leven moeten veranderen of erachter komen dat ze hunzelf helemaal niet kennen, bang zijn om afgewezen te worden, bang zijn om afgewezen door de maatschappij te worden, door hun partner, door hun ouders, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waardoor ze in die programmering blijven die vaak generatie op generatie wordt overgegeven en die dus niet in lijn is met hun interne gidssysteem. Is jouw programmering in lijn met je interne gidssysteem? Dat is waar de meeste van mijn trainingen op gebaseerd zijn. Enerzijds het ontdekken van je programmering, zodat je het kan veranderen. En vervolgens je programmering veranderen op zo'n manier dat het in lijn is met je interne gidssysteem. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, je wilt bijvoorbeeld een succesvolle onderneming, maar je bent bang dat je een fout maakt. Bang dat je een fout maakt, daar ben je niet mee geboren, daar ben je mee besmet door iemand die jou dat heeft geleerd. Een fout maken, ja, dan moet je je schamen voor jezelf en daar moet je bang voor zijn. Allemaal onzin mindsets die volledig je vasthouden in de programmering en ook volledig vasthouden in
in de blokkering van je groei en ontwikkeling. En de meeste mensen kennen hun angsten niet. En ja, zijn technieken aan het toepassen uit NLP, hypnotherapie, mindfulness, EFT, EFT, psychologie, psychotherapie, medicijnen, drugs, verslavingen, om die angst te vergeten, te ontkennen of op te lossen. Maar dan bevestig je nog steeds de angst. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld als je opgroeit als kind en je begon te rebelleren tegen je ouders. Dat je dacht, ja, ik ben vrij, want ik doe niet zoals mijn ouders, ik doe niet zoals de maatschappij. Maar dan bevestig je het nog steeds, omdat je gedrag is gebaseerd op iets niet doen, wat onbewust betekent dat je er wel mee eens bent. Hetzelfde als je bijvoorbeeld uit een relatie gaat en je blijft maar klagen over je vader of moeder, dan heb je nog steeds een relatie ermee, alleen een ander soort relatie. Je bent nog steeds niet onafhankelijk. Onafhankelijkheid start waar je een eigen keuze maakt. De kracht om een eigen keuze te maken, en die moet in lijn komen met je interne gidssysteem. Dus mens ken u zelf, gaat natuurlijk recht in je desire, kijk recht in je hart. Daar zit jouw hele levensmissie, daar zitten de antwoorden. En dat betekent als jij je interne gidssysteem volgt, dat je dan al het succes krijgt dat je wilt. Wat dat ook betekent in jouw situatie, dat je ook elke oplossing gelijk tot je beschikking krijgt. Dan kan het een paar minuten of een uur of een dag duren. En alle antwoorden die je in je leven zoekt over jezelf, kun je daar ontvangen. Het probleem is dat je zegt, ja, ik kom niet tot het antwoord, is meestal een conflict, want dan heb je waarschijnlijk weerstand tegen het antwoord. Of dan is het niet het antwoord dat je het zou willen horen. Of niet het antwoord wat je nu goed kan gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat je interne gidssysteem jou net het antwoord gaf, of dat je hart, het gidssysteem, jou het antwoord gaf. Dus mensen zeggen, ja, ik heb een conflict tussen mijn hoofd en mijn hart. Hè. Dat komt ook vaak voor. Mijn verstand en mijn gevoel zijn soortgelijke symptomen die een conflict aangeven tussen je programmering enerzijds en je hart anderzijds. Dus persoonlijke ontwikkeling vanuit dit perspectief betekent dat je dus jezelf wilt leren kennen en ook je programmering wilt leren kennen, zodat je zelf met je eigen autonomie en de kracht om een keuze te maken, ja, jezelf verandert. Dat betekent dat je een visie hebt, dat je weet wat je wilt, dat gebaseerd is op jouw verlangen. En het betekent ook dat je de gewoontes elke dag in je agenda hebt staan en doet om die visie te realiseren. Dus dan ben je, zeg maar, gehoorzaam aan je visie. Als je niet gehoorzaam bent aan je visie, ja, dan zit je eigenlijk het verleden te herhalen. Dus ik wilde dit idee met je delen. Mens ken u zelf, know thyself. Wat betekent know thyself voor jou? Schrijf hieronder je reactie, wat je ervan vindt en of wat je van deze video vindt. Maar interessanter is natuurlijk, wat begrijp jij uit de tekst know thyself? Bedankt voor het kijken en ik wens je een goede dag.